Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. We zitten midden in een hittegolf, dus nou ja, waar kun je dan beter zijn als op het water? Dus ik ga eens even met het pontje op en neer van Vierlingsbeek naar Bergen. En eens kijken of die mensen iets te buurt hebben. En waarom ga je nou eigenlijk fietsen met zo'n heet weer? Kijkt u mee? Goede... 80 euro. Morgen nog, hè? Ja, het is een goede morgen. Wij zijn van het programma Effe Buurten. Ja, ja. En wij dachten, we gaan het pontje op. Heerlijk weer om eens even te kletsen met de mensen. Ja, ja. Maar vindt u het niet te warm om te gaan fietsen? Nou, valt nog een beetje mee. We doen rustig aan. We zijn een hele groep. Ja, maar tot hoe laat bent u van plan om te gaan fietsen? Dat we de route gefietst hebben. Ja, en die gaat, waar gaat die heen? Naar Van Vendrijn en Nijmegen. Nou, dat is nogal een route. Ja, hè? En weer terug? Nee. En dan komt de bus en die haalt ons weer op. Oké, en waar gaat u dan naartoe? Die brengt het naar een hotel, ergens in de buurt van Zevenaar. Ja. En dan morgen beginnen we weer bij Nijmegen, geloof ik. Ik weet het niet precies meer, hoor. Oh, dit is een fietsvakantie? Een fietsvakantie, ja, een routeboekje. Maar vindt u dit ook echt fijn weer om te fietsen? Nou ja, ik heb het liever een beetje frisser, hoor. Ja, ja. En morgen dus waarschijnlijk een bui? Ja? Ja. Oh, ze gaan vanavond op de namiddag. Vanavond? Oké, nou hopen dat morgen dan weer droog is. En dan een stukje koeler. Ja, dan is het lekker fiets weer. Wat vindt u van de omgeving? Heel mooi. Ja? Ja, gisteren hebben we een heel stuk fiets langs de Maas. Ja? Ja, prachtig hoor. Maar wat vindt u dan mooi? Het groen? De natuur? Ja, de natuur. Natuur. Dat vind ik het mooiste. Ja? Ja, dat is nu een klein plaatsje, dorpje. Maar ik hou meer van de natuur zelf. En kent u al deze mensen? Of hebben die zich allemaal afzonderlijk opgegeven voor die vakantie? Van Friesland. Ja? Van de vrouw van u. Ja, oh, ja. Dus ze komen overal vandaan. Leuk is dat. Uit de hele provincie. Nou, ga ik even verder kijken. Ja. Heeft u het warm? Ja, ik doe de pet maar af. U doet de pet maar af? Bent u bang dat hij het water in waait? Ja, het is even droog, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je zin hebt om te gaan fietsen met dit weer. Ja, nou ja, we hebben hier geboekt. Ja? Dat doen we gewoon. En was u maandag ook al aan het fietsen? Ja, maandag ben ik begonnen. Ja. De zondag waren we in Maastricht. En nou, die hebben we maanden gemaakt, we zouden naar fietsen, maar dan was het onweer, is niet doorgegaan. Oh jee. En dan zijn we naar het hotel gegaan en gistermorgen zijn we begonnen te fietsen. En wanneer eindigt de fietsvakantie? Dit is het Pitterpad. We gaan helemaal naar het noorden, van Maastricht naar het noorden. En hoe lang duurt u erover? 7 dagen. Ja. Afzien? Ja, afzien. Ja, ja. We doen het gewoon. Maar dan heeft u waarschijnlijk vandaag de warmste dag? Nou, het was gisteren ook vrij warm, want dit jaar het is nou wel warm. 31. Ik heb er ook... 31, ja, en het is nog vroeg. Ja, het is lekker. En neemt u dan ook af en toe pauze? Ja, we hebben een lunchpakket mee. Ja. En we gaan dus even koffie drinken. We doen niets, we hebben zoveel kilometers overdag, 50, 60 kilometer. Ja. Nou, en dan hebben we koffie drinken onderweg. Wij zijn niet van, het hoeft allemaal niet. Ja. En is er nou iemand hier, de captain, zeg maar, die voorop fietst en eigenlijk de route in de gaten houdt? Heel lopen, die met het... Groen-blauw? Groen-blauw, ja. Oké. Okay. Captain, ja, deze dag hoor. Ja, oh, deze we dag. Hebben nog weer rijtjes, maar die zitten niet bij ons in de groep. Oké. Okay. We hebben een apart groepje altijd. Samen. Ja, dat is allemaal zo. Ja, we kennen elkaar al heel lang net. Ja. Wat leuk. Ja, zo is het gebeurd, ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de captain van de groep. Och, heen. Hebben ze mij Ja. Oh, nou, vertel, wat moet ik vertellen? Nou ja, dat vroeg ik me af. Wat voor kwaliteiten moet u dan bezitten? Geen idee. Geen idee. Beetje organisatie en de vrouw wat bij elkaar houden en goed op ze passen en gezellig met elkaar. Want u kent niemand hiervan? Ja, ik ken ze allemaal. U kent ze wel allemaal? Hartstikke goed. En wat is dat nou, de hele dag gekletst? Ja, 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 ja. Nou, we zijn ook wel eens stil hoor. Oh, ook wel een keer stil. Eventjes dan zeggen we, nou ik wil even alleen fietsen, want dan praten we even niet, dan genieten we van de omgeving. Maar we zoeken nu een koffiehuisje, maar alles is hier dicht op maandag en dinsdag. Is dat zo? Ja, we hebben gisteren... Maandagochtend wel. Maar dinsdag waren gisteren ook een heel stel dicht, ja. Nou, maar dadelijk treft u vast wel een koffiehuis. Dat is ons eerste koffiehuisje, daar gaan we zo meteen naartoe. Nou. Dames, geniet er allemaal van. Ja, dankjewel. Dag. Hallo, we hebben mooi weer. Ja. Hallo. Hi. Waar ga jij naartoe? Naar school. Naar school, welke school? In Stevensbeek, Mittermeer. Laatste week? Ja, toetsweek. Oké, en je gaat nu toets maken? Ja. Welke toets is het? Nederlands en wiskunde hebben we nou. Goed voorbereid? Ja. Hoe doe je dat met deze hitte? Buiten zitten en gewoon leren eigenlijk. Leren, leren, leren. Ja. En bij wiskunde vooral sommen maken, sommen maken. Ja. Waar heb je het beste gevoel bij, Nederlands of wiskunde? Nederlands. Dat dacht ik al. Ja. Sta je er goed voor wiskunde?
Ja, eigenlijk een beetje. Ja? Ja. Dus het gaat wel goed komen? Ja. Zijn dit je laatste toetsen deze week? Nee, tot en met donderdag. En dan vakantie? Ja, gelukkig wel. Wat ga je dan doen? Vakantie, denk ik. Weet je nog niet? Ja. Nee, ja, waarschijnlijk gaan we op vakantie. Maar... Ja, met ouders of met vriendinnen? Ja, met ouders. Er is nog niks geboekt dus? Nee, nog niet. Doe je ook vakantiewerk? Nee. Nee? Nee. Ja, heel soms. Het is even gewoon, ja, thuis in klusjes en zo. Ja. Voor de rest niet echt iets. Nou, heel veel succes met jouw toets. Dankjewel. Doeg. Doei. Hallo. Hallo. En waar gaat de reis naartoe? Naar Vilingsbeek? Nee, we gaan, ja. Nee, hoe heet het nou ook weer? Gijsteren. Gijsteren. Naar Gijsteren. Op de camping. Gijsteren is prachtig. Ja, zeker weten. Ja, hoe heet de camping? Hoe heet de camping? Landgoed Gijsteren. Ja, heel kleinschalig. Ja. Ja, maar wel heel leuk, ja. Ja, heel leuk. Absoluut. Je zit er lekker prachtig. Aan de Maas. Ja. En hoe lang zit u er al? We gaan de derde week in. Oh. Dus, dat houdt u daar wel vol, zo lang? Jazeker. Maar u gaat dus voornamelijk de omgeving verkennen, ja, of zo? Fietsen, absoluut. Omgeving. En ook met 37 graden? Nou nee, daar gaan we het iets rustiger aan doen. Hè. Dan gaan we rustige plekjes opzoeken, schaduw, langs de Maas. Dus helemaal goed. En is dat voor u de eerste keer deze kant op? Ja, voor ons de eerste keer deze kant op. Nou, vertel eens, hoe mooi is het hier? Heel mooi. Zeker. Wat is er zo mooi? Nou, het komt heel dicht tegen Gelderland aan te liggen, dus ja? Zeker weten, ja. Oké. Okay. Hele fijne vakantie. Ja, dank je. Op naar Gijsteren. Ja, jullie succes, ja, hè. Daar. Dankjewel. Hey, hallo. Waar gaat de reis naartoe? Naar huis, Nieuwbergen. Zit het er al op, Van Dongen Fitnesscentrum? Ja, voor de ochtend wel, vanavond weer. Oh, werkt in twee ploegen? Twee ploegen, eerst 's ochtends 3:00, dan 's avonds 5:00. Oké, okay, en 's avonds, dat is vanaf? 4:30 tot 9:30. En is dat zo bedacht voor de werkende mens? Dat is voor de werkende mensen inderdaad. Voor de mensen die 's middags werken. Ja, en daar wordt dus inderdaad veel gebruik van gemaakt? Genoeg gebruik van gemaakt, ja. Ja, want zie je dan wel duidelijk het verschil? Dat in de ochtend bijvoorbeeld inderdaad voornamelijk gepensioneerden en dan in de avonduur de andere groep? Ja, inderdaad. Precies zo. 'S ochtends de wat ouderen en 's avonds de wat jongeren. En hoe vind je dat om in twee ploegen te werken? Liever niet, maar moet, hè. Ja? Ja, we hebben geen 's middags zijn we niet open, dus dan kunnen we niet werken. En hoe ziet zo'n middag er nu dan uit? Dan ga ik naar mijn andere baan in de fabriek. Ja. Echt waar? Duo baan? Ja. Nou ja, als dat te combineren valt. Dat valt te combineren, inderdaad. En waar ga je met het meeste plezier heen? Naar de fitness natuurlijk. Dat dacht ik al. Waarschijnlijk ook waar je voor geleerd hebt. Daar heb ik voor geleerd, ja, inderdaad. Ja. En de rest is een beetje opvulling? De rest is om de overige uren op te vangen, ja. Oké, okay, nou heel veel succes. Dankjewel. Dag. Goedemorgen. Op naar de toetsenweek of gaan jullie zwemmen? Nee, toetsenweek. Haha, dat dacht ik al. Ook wiskunde en Nederlands? Nee, alleen Duits. Oh, alleen Duits. Maar naar welke school fietsen jullie? Stevensbeek. Stevensbeek. Is het leuk in Stevensbeek op school? Nee, grapje. Ja, er kunnen altijd leraren kijken, hè? Ja. Nee, maar is het wel te doen? Ja, het is wel te doen. Want in welk jaar zit je dan? Tweede. Tweedejaars. En dan dadelijk vakantie aan het einde van de week? Ja. Wat zijn de plannen? Nog niks. Echt niet? Ook niet op vakantie? Ja, op vakantie. Met je ouders? Ja. Mag je al met je vrienden op vakantie? Weet ik niet, moet ik even vragen. Oh, dat heb je niet geprobeerd? Nee. Zou toch best wel leuk zijn? Ja. Of vakantiewerk, want hoe oud ben je eigenlijk als je het tweede jaar zit? 14. 14. Mag je al vakantiewerk doen? Ja, ik heb al vakantiewerk. Wat doe je? Op het land werken. Op het land en dan? In de bomen? Nee, onkruid plukken. Moet ook gebeuren, hè? Ja. Ja? Is dat een beetje te doen? Ja, het is wel saai, alleen moet je toch wat doen. En met 37 graden? Ja, toen was het afgelast dus. Ja? Ja. Wat doen ze dan tropenrooster? Op school. Nee, bij het onkruid? Nee, dan hoef ik niet te werken. Gewoon helemaal niet? Nee. Ideaal toch? Ja, zeker. Oh, nou eens even kijken. En hier, ga jij ook Duits maken? Ja. Hoe sta je ervoor voor Duits? 7 of zo. Oh, dat is netjes. Ja. Dus dit wordt een makkie, deze toets vandaag? Nou, dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat de Duitsleraar hem al moeilijk vond en moest een woordenboek meenemen. Oh. Is toch handig, hè? Zo'n woordenboek erbij? Ja, maar ik kan niet zo goed opzoeken. Oké. Okay. En telefoon, mag je die erbij houden? Nee. Is dat bij geen enkele toets op het voortgezet onderwijs? Nee. Heb jij al vakantieplannen? Nee, niet echt. Ja, wel een vakantie. Met je ouders? Ja, met pap. Waar ga je heen?
Frankrijk. Ja, waar in Frankrijk? Tour de France kijken, ik weet niet waar. Oh, nou, dat klinkt best wel leuk. Ja. En jij plukt dan ook onkruid met je vriend? Heb ik gedaan, maar ik vond het niet zo leuk, dus ik ben ermee gestopt. Wat ben je nu gaan doen? Kranten. Oké, dus dat is 's morgens vroeg? Ja. Hoe laat? Wel verschillend, je mag zelf weten hoe wanneer. Oh, het is niet dagblad? Nee. Het zijn de weekrandjes? Ja. Oh, die mag je dus ook gewoon aan het einde van de dag rondbrengen? Ja. Oké. En dat is dus beter als onkruid plukken? Ja. Oké. Nou, succes met de toets! Dankjewel. Waar gaat u zo naartoe vandaag? Ik ga naar Boksmeer. En u komt van Bergen? Ik kom van Afferden. Van Afferden. En dan speciaal voor een boodschap of gewoon een fietstochtje? Fietstochtje. Ja? Ja. Vindt u wel lekker zo alleen? Ja, zeker. Ja. Rustgevend? Ja, ja. Wat vindt u van de temperatuur vandaag? Lekker. Goed te doen? Ik vind hier op Pontje wel lekker, maar als ik aan die kant sta, iets minder. Ja, als je fiets ook, dan is het maar lekker een beetje wind. Ja, maar niet te veel stilstaan. Nee, dat moet je niet doen. Oké. Okay. En dus even naar Boksmeer en dan weer terug? En dan weer naar huis. Oké. Okay. Ja. Lekker lunchen? Koffie drinken. Ja. Oké. Okay. Goed zo, fijne dag vandaag. Ja, dank u. Dag. Ja. De toetsen week er al op? Ja, gelukkig. Hoe ging het? Ging goed. Welke toets had je? Ik had vandaag maatschappij. Maatschappij. En wat worden er dan voor vragen gesteld bij een maatschappijtoets? Over politiek en al. Ja? Ja. En het was goed te doen? Ja, het was wel lastig. Ja? Ja. Is je er ook flink voor voorbereiden? Ja, dat wel. En nou vanmiddag gaan leren voor morgen? Ja. Wat staat er morgen op het programma? Morgen staat Nederlands. En voor jou, is dat makkelijk? Jawel. Ja? En vrijdag dus eindelijk vakantie. Ja. Ga je op vakantie? Ja, ik ga zelf op vakantie. Met vriendinnen of met ouders? Ja, mijn ouders en vriendinnen. Samen of je gaat twee keer op vakantie? Samen. Ja, dus jouw vriendinnen mogen mee met je ouders op vakantie? Ja. Zo, dat is helemaal gaaf. Waar gaan jullie heen? We gaan naar Ermelo. Lekker, hopen op zo'n weer. Ja. Wanneer ga je? We gaan het volgende week zaterdag. Ja, dat is eigenlijk nog niet zo duidelijk, hè, wat het weer doet. Nee. Maar volgens mij moet je gaan betalen. Ja? Succes, hè, morgen. Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u er een beetje uit met zo'n kaart? Ja, heel makkelijk. Ja? We rijden altijd op die knooppunten. Dat is zo ideaal. Je komt toch elke keer... We komen uit Veenrij. Nu gaan we achter de Maasduinen om. Weer terug naar huis. Via Wansum, die kant? Nou, achter de Maasduinen om. Ja. Dus overvaren rechtdoor Nieuwbergen. En een tochtje van hoeveel kilometer is dat? We zitten nu op 18 kilometer, zeg maar, het dubbele. Dubbele? Ja. Dus u bent zo rond de middag weer een keertje thuis? Ja, ja, ja. Iets mooi weer ervoor op de fiets. Lekker niet te warm. Dus, dat doet u bewust, lekker in de ochtend? Ja, ja, ja. Dus zo vul je tijd, hè. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Ja. Dag. Dag. Zo, hallo. Goedemorgen. Waar komt u vandaan, gefietst? Bakel. Bakel, en bent u nu op de terugweg? Ja, we zijn op de terugweg. Hoe gaat u terug? Via welke route? Vierlingbeek en dan richting Drips. En dat is dus een route van, hoeveel kilometer heeft u er dan straks op zitten als u thuis bent? 110. Maar Kevelaar geweest. En dat is voor u standaard? Ja, standaard. Ja. Ja? En wat is dan een lange tocht? Een lange tocht is 140. En dat is ook goed te doen? Dat is goed te doen. Ook met 37 graden? Nou, nee, dan vind ik het te warm. Wat vindt u er nu van dan? Dat vind ik prachtig zo. Vind ik. Ja? Goed weer? Briesje, ja. Het is goed te doen zo. Oké. Okay. En belt u wel altijd als u voorbij wil? Ik bel altijd, kijk. Jazeker. Ja? Ja, u ook wel? U vindt het ook wel belangrijk? Ja, zeker. Dat de mensen niet schrikken als het voorbij komt. Ja. Ja. Nee, omdat de wielrenners af en toe zo negatief in het nieuws zijn. Hè? Van, het scheurt allemaal maar voorbij. En, Soms wel. Ja? Ja. Maar u gedraagt zich wel netjes? Heel normaal. Ja? Ik. Ja, vind ik heel normaal. Ja, dat vind ik ook wel fijn. Ja. En u altijd met z'n tweeën? Fietspartners? Nou, ook wel met meer man. Ja? Ligt eraan. Ja, ook gewoon zo met de flinke kolonnen van een stuk of 60? Nee, dat is te veel leid. Ik ken dat bijna niet.
Okay. Net als met Verstop leegt een paar rijen erdoor en blijven er achter of ze gaan door het rood of allemaal foute dingen. Oh, en daar doet u niet aan mee? Nee. En hoe lang fietst u al? Van mijn 13. Oké, dus al een behoorlijk tijdje. Ja, kan wel stellen. Ja. En wat heeft u dan zien veranderen in al die jaren op het gebied van het fietsen? Ja, wat veel, veel meer mensen gaan dat doen. Er wordt veel meer geperfectioneerd. Ja. En, ja, en... Dankjewel. Ja, dat is... Zo... Ja. Ik rijden altijd, hè? Ja. Dat vind ik niks. Dat is fout. Ja. Leg eens uit. Dan rijden ze de eerste groep rijdt door. Ja. Die wachten niet op de andere. Dan moeten die volgen. Die willen dan toch mee en die riskeren alles. Ja. Langs auto's afgevuld dat er iemand een deur open doet en in een keer. Die hoort ze niet aankomen. Mm-hmm. Waar je zegt te bellen. Dat is oudere mensen als die langs elkaar fietsen. En je belt in een keer en hoort ze dat je aankomt. Schrikken ze niet. Bent u zelf wel eens gevallen? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe kwam dat dan? Ja, te snel door de bocht? Zand in de bocht of grind of... Ja, dat kan ooit gebeuren of nat. Ja, maar nooit echt ernstig? Ja, maar toch wel eens ernstig geval, dat wel, ja. Oh. Ja. Maar het weerhoudt u er niet van om gewoon te blijven fietsen? Nee. Okay. Ja, en nu dan een beetje combineren met Tour de France? Of, Nee. Ik vind het wel mooi, maar wat er nou allemaal gebeurt, dat vind ik toch heel triest. Ja. Want zo ga je niet met mensen om. Nee, dat is ook zo. Want zo'n grote groep en er gebeurt er een ongeval en dan is het een discussiepunt om de zaak stop te zetten. Ja. Dan moet je gelijk doen. Gelijk, bam, stop. Dan moet je gewoon even alles weer recht zetten. Zeker voor de volgwagens en al. Wat een complete chaos. Ja. En ik zeg al, zo ga je ook niet met mij. En daar ergert u zich dan behoorlijk aan als u dat ziet. Ja. En dan de reporters op televisie, die schoffelen er gewoon overheen. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Media, maar ik doe het niet hoor. Nee, dat is zo. Nee, maar dat is ook het verhaal. We maken als ze de zaak stopleggen, nu, stop. Ja. Ze stoppen allemaal, dat is voor allemaal precies hetzelfde. Dan wachten ze 10 minuten of 15 minuten en ze rijden weer allemaal gewoon verder. Is er niks anders dan 15 minuten verloren. Is ook nog niet verloren. Dan hebben ze die mensen toch net iets kunnen behandelen. Ja, ja het is ook zo. Ja. Dat heb ik me heel erg geërgerd. Maar je moet er vanaf, ziet u dat? Ja. We zijn er al. Zo, ik ben weer helemaal afgekoeld op het pontje. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Waar we dan zijn, is nog onbekend. Dus zeker kijken. Tot dan!